Ik kijk nog heel even achter me. Ik ga vandaag iets vertellen over die hoek Malevich die hier te zien is. Ja, die hoek is zo ingericht, een beetje zoals in 1915 de zogenaamde tentoonstelling 010 was ingericht. De laatste futuristische tentoonstelling. Deze wand is zo belangrijk omdat die laat zien hoe de kunst op een bepaald moment echt abstract werd. Je ziet hier ook een paar werken waar je nog menselijke figuren ziet. Op een gegeven moment zie je alleen nog maar geometrische vormen en heb je niks meer wat direct aan de werkelijkheid refereert. Een belangrijk voorbeeld is het werk Zelfportret in twee dimensies. Dat is een werk wat op twee manieren gehangen kan worden. Dat is voor mij altijd zo'n werk wat heel erg sterk doet denken aan dat kantermoment in de kunst, wat eigenlijk Malevich in gang heeft gezet. Hoe je het ook draait, het werk, het blijft altijd, blijf je met een beetje goede wil ook een zelfportret van Malevich zelf inzien. Maar Malevich is een kunstenaar die je in één minuut ook kan pakken. En dat zie je als je ervoor staat en dat ervaar je meteen.